Ik ben Bone Ida en ik ben van 1925, dus 89 jaar. Ik heb altijd deze commerce gedaan, dus dames textiel. En ik ben begonnen in 1949. En vanaf 24 jaar ben ik hier begonnen in de Stationsstraat. En omdat ik vorig jaar het huis heb verkocht en dat is afgebroken, zodoende heb ik dit pandje gevonden. Ik zou wel iemand mijn zaak zien overnemen, een jong meisje van rond de 50 jaar lijkt me zoiets. En die een beetje ambitie heeft om het te doen. Ze hebben toch ook allemaal geen werk niet meer, dan moet je toch ook eens een beetje riskeren in je leven. Jammer genoeg is er tot nu toe niemand die de zaak wil overnemen. Ik heb het eigenlijk altijd heel graag gedaan, anders had ik het zo lang niet volgehouden. En ik doe het eigenlijk nog graag. Ik heb er 5 kinderen van grootgebracht en ik heb er toch een paar huizen van kunnen bouwen. Dus de laatste tijd begin ik toch te denken dat ik stilletjes oud aan het worden ben en volgend jaar ben ik 90 jaar en dan stop ik ermee. Ik kan het niet blijven doen tot 100 jaar. Dat is me toch te lang.